Hallo, ik ben Veronique Luyssen en ik ben straks te gast bij Kids Hits. Dus zeker kijken, want wij gaan breien. En nog veel meer. Hey, Kids Hits. Hey, hallo en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Kids Hits. Het wordt een speciale, want Veronique Luyssen opent vandaag haar breishowroom in Antwerpen. En daar wou ik zeker bij zijn. Natuurlijk heb ik voor jullie ook weer een hele hoop videoclips klaarstaan. Van onder andere De Bende, Main Street, Ian Thomas en nog vele anderen. En beginnen doen we vandaag met Gers Pardoel. Hier is Louise. Hey Veronique, welkom bij Kids Hits. We zijn hier op de showroom opening. Is het altijd een droom van jou geweest om een naaiatelier of een naaishowroom te hebben? Als ik jong was, was ik daar niet echt mee bezig. Het is 2 jaar geleden dat ik echt ben beginnen breien. Als een fanatiekeling, echt like, zot. Zo tussen elke scène was ik aan het breien en truien aan het maken en sjaals en mutsen. Uiteindelijk is er een merk uitgekomen. En dit is de kick-off eigenlijk van de showrooms. En de showrooms is eigenlijk met een paar ontwerpers. Een kledingontwerpster, een handtasontwerpster, kunstenaars, juweelontwerpers. Dat wij hier onze dingen gaan showen en verkopen. Het is een leegstaand pand in Hartje Antwerpen. En hopelijk komt er keiveel volk. Vanavond is de kick-off, dus de lancering van de zomercollectie ook ineens. En van waar die speciale naam Maurice? Maurice, dat is mijn opa. Voilà, kijk, dat is eigenlijk het logo van het merk. Dat is Maurice. En dit was mijn opa. Dus dat is een beetje mijn muze. En alles uit de collectie klopt ook met Maurice. Bijvoorbeeld alle mannenmutsen, want bij vrouwenmutsen is dat iets moeilijker. Maar de mannenmutsen kloppen ook echt zo met hem, met zijn uitstraling. En zou Maurice het zelf dragen of niet? Elke muts heeft ook zo een... Ja, er is allemaal heel goed over nagedacht, dat wel. En er hoort ook nog een caravan bij. Ik heb een koffiecaravan, want breien doe je niet zonder koffie drinken. Mm-hmm. Waar? En taart? Taart ook. Het is altijd met koffie en taart, ook de workshops en zo. Dus ik heb een caravan, omdat ik dacht, ik heb een webshop op internet kopen. Nog niet iedereen is daarmee mee, zo wij de jeugd wel, maar de oudere mensen iets minder. Dus daarom heb ik een caravan gekocht. Ik heb die helemaal gepimpt. En ik ga daar binnenkort mee in Antwerpen staan om koffietjes uit te delen, te verkopen en om breitips te geven. Het is eigenlijk een mobiel breikafeetje. En waar kunnen onze boys en girls daar meer informatie over vinden? www.morrisknitwear.com. Knitwear is met een K. Ik sprak het vroeger uit als knitwear, dus het is knitwear geschreven. En je hebt eigenlijk ook een breiboek uitgebracht, hè? Nog een breiboek. Hier is hij. Wat is het liefste dat je breidt? Ik ben eigenlijk echt een mutsenbreier. Ik heb ook mijn merk opgehangen aan mutsen. Omdat het gewoon super snel gaat. Als je dikke wol pakt, dan zit je daar een uur aan. Met dunne wol, zoals de zomercollectie. Want ja, je kan niet zo'n dikke fluffy wol gebruiken. Maar dit is een zomermuts. Moet je het met katoen doen en iets dunnere draad. Dus dat duurt dan toch een uur of drie. Voor een muts, dat is een groot verschil. Maar dus een goede wintermuts, dat gaat dus echt super snel vooruit. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel ervaring in naaien en haken. Zou je het mij kunnen leren? Wat heb je precies nodig? 2 linkerhanden is zelfs voldoende. Je mag averecht werken, averechte steek. En 2 breinaalden. Dus alsjeblieft, zijn we nu. Dank u. En wol? Ja, wol. Zoiets? Oké. Perfect. Terwijl Veronique me hier de knepen van het vak leert, kunnen jullie ondertussen kijken naar Main Street. Hier is Dreamers. Ik ben ondertussen helemaal verdiept in het breien. Veronique heeft me de kneepjes van het vak geleerd. En wil jij graag enkele tips? Kom dan zeker naar een workshop. Dat is eigenlijk wel heel rustgevend, hè? Dat is zo rustgevend. Dat wordt zelfs als therapie gebruikt in Amerika. Dus ja, het is met de hele tijd hetzelfde doen en eigenlijk kan je gewoon ook andere dingen doen, zoals op een trein zitten of ondertussen met jou een interview doen of zo. En brei je al lang? Nee, eigenlijk niet. Ik brei nog maar 2 jaar. Ik heb me er wel heel hard in verdiept, want ik moest een boek maken op 2 maanden tijd. En ik had geen breinetwerk. Ik had geen netwerk van allemaal oude vrouwtjes die konden breien. Dus ik moest alles zelf doen. Dus een boek is ook wel echt heel simpel. Dat is voor mensen die echt 2 linkerhanden hebben. We gaan er nu een nieuwe maken. Die ga ik iets meer op tempo doen. Dus mensen moeten eigenlijk een beetje met mij meegroeien. De eerste was echt voor klungelaars. En de volgende wordt, oké, je hebt nu al iets, een muts gemaakt. Dus nu to the next level. En is er al een titel? Nog een, ik weet het niet, nog een breiboek was mijn breiboek. Ik had niet aan een tweede gedacht eigenlijk. Nog een breiboek 2, ik weet het niet. Keep it simple, denk ik altijd.
weet niet. Zeg maar, onze boys en girls die hebben jou eigenlijk leren kennen tijdens Spring, waar je eigenlijk actrice was. Hoe kijk je daarop terug? Amai, Spring, dat is bij mij al, ik ben 28, ik was toen 16, 12 jaar geleden. Dus dat is echt al super lang geleden. Dat was toen echt fantastisch. Ik combineerde dat met school en nog met mijn papa in de zaak gaan werken. Ik moest serveren daar in horeca en zo, opdienen. Dus dat was een zalige periode. Ik ben wel heel snel groot geworden. Ik ben nooit groot geweest, maar ik bedoel volwassen geworden. Dus ja, ik vond dat zalig als kind om daar te staan op een set. En om, vooral om een reden te hebben. Ik mag weg, want ik moet naar opnames gaan. En dan ze tijdens de les Frans weglopen. Zalig. Maar je hebt niet enkel Spring gedaan, je hebt nog een heel aantal andere series gedaan. De welke zoal? Code 37, Louis Louis, dat is al even geleden. Aspe, Zot van Aardefilm, Amica. Moet ik aan goed nadenken. Wat was je favoriete rol? Ah nee, Vermist, eigenlijk Vermist. Ja, ja, daar mocht ik eigenlijk een heel slecht personage spelen. Maar dat was gewoon, dat werd heel filmisch gedraaid. Je kon zo die film horen draaien, zo naast jouw oor. En Amica was geweldig. Speelde je ook de slechte? Ja, ik mocht daar inderdaad zo echt een bitch spelen. Ik vond dat zo leuk! Dat is echt waar. Drie jaar ben ik echt een bitch mogen zijn. Dat is genoeg geweest. Nu ben ik lief voor de wereld. En met wie zou jij ooit heel graag nog eens op een podium willen staan? Of ja, op de scène willen staan? Koen de Graven was altijd zo mijn voorbeeld. Van, ik vind dat echt een goede acteur. Matthias Schoenaerts ongetwijfeld. Maar ja, natuurlijk, in Antwerpen kom je heel wat artiesten tegen als je er zo rondloopt. En Jan de Cler zie ik dan wel regelmatig passeren. En ik denk altijd, juicig. Dat moet zo cool zijn om daar ooit eens mee te spelen, te acteren. Ik vind dat zo'n imposante man, als ik die al zie zitten. Als je nog maar zo'n blik verlegt, denk ik, wow. Okay. Dus ja, dat moet echt cool zijn om daarmee samen te spelen. En staan er binnenkort ook nieuwe acteer- of tv-plannen op de agenda? Of ga je je volledig richten op Maurice? Ja, het is moeilijk om te combineren, heb ik al gemerkt. Maar nu staan er toch nieuwe plannen op het schap. Dus ik ga, ja, eigenlijk mag ik er nog niets over vertellen, maar het is wel een nieuwe reeks. Het is een serie waar ik een rol in ga spelen. En ik vind het echt een supercool rol. Het is niet bitchy, maar het is wel supercool. En je kan er nog niks over vertellen? Nee. Ik heb echt een heel klein tipje. Dus je speelt de goeie. Het is nogal een simpele, ik zal het zo zeggen. Het is nogal een simpele en het is zo de grappige noot in de reeks. Ja. Ik ben alvast super benieuwd. Zometeen heb ik meer vraagjes voor Veronique, maar nu gaan we eerst samen kijken naar Reggie featuring Moya. Hier is Reckless. Zeg Veronique, je houdt ook ontzettend van reizen, want je bent net terug van Peru. Hoe was het daar? Fantastisch. Dit is baby alpaca. En alpaca, dat zijn lamasjes eigenlijk. En Peru stikt van de lama's en de schapen. Ik was echt zo in het Walhalla, echt in de zevende hemel. Het eten is daar ook super lekker. Ze eten daar ook alweer. De specialiteit daar, dat is echt zo voor speciale gelegenheden, zoals communies en zo, dan eten ze daar cavia's. Echt waar, die kleine beestjes zo. Ja. Heb je het geproefd? Nee, toch? Nee. Maar mijn lief, Thomas, heeft wel een cavia gegeten. Echt, yo. Ik dacht, als hij dat opeet, kun je nooit meer. Ik ben echt gross. Echt maar hij heeft het opgegeten. Ja. Ja, we zijn al 5 maanden terug. Ja. Ja, dat belooft. Inderdaad. Maar het was wel echt een fantastisch land. Echt, Peru is super cool. Echt zo leuk. Lima is een keileuke stad. En daar rond de bergen en de alpaca's. En al iedereen breidt daar. Echt fantastisch. Je hebt een koffer vol wol terug meegebracht. Dat mag ik niet zeggen. Ja. We hebben een nieuw item bij KidsHits dat onze kijkers een vraag mogen insturen aan de ster. En dat ben jij deze week. Hier is vraag 1. Wat is het gekste dat je ooit gedaan hebt? Oh, het gekste dat ik... Oh, ik heb echt zoveel gekke streken uitgehaald toen ik zo puber was. Ik ben zo vaak weggelopen, zo 's nachts weggelopen, uit mijn raam geklommen. Dat is misschien het gekste. Ja. Waarschijnlijk jongen. Wel. Ja, ik heb echt zoveel stoute dingen gedaan. Echt op stuipen op mijn ouders hun lijf gejaagd. Maar ja, eigenlijk ontsnappen zo 's nachts door mijn raam en dan gaan feesten en dan beren, knuffels in mijn bed gelegd, waar dat ik zo moest liggen. 1 keer ben ik betrapt geweest en dat was dan ook het einde van mijn verhaal. Oké, dus
Beloofd, hè? Ja, ja, ja. Vraag 2 is, wat is jouw lievelingseten en drinken? En zeg nu niet cavia. Nee, nee, eeuw. Echt, nee, 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 nee. Nee, ik eet helemaal niet zoveel vlees eigenlijk. Moet ik eens goed gaan nadenken. Lievelingsdrinken, iced tea. Echt, ik ben iced tea verslaafd. Ik bestel ze in de kom. En koffie verslaafd, koffie sowieso. En taart, eigenlijk alles wat zoet is. Favorieten? Ja, bananentaart. Maar echt bovenaan bananenslagroom. Ah, oh, ik word zot. Ja, met bananenslagroom. Oh, dat is... Oh, ja. En de laatste vraag. Welke 3 dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Om mij niet te vervelen, mijn prijsstokken en mijn wol. Mijn lief, dat weet ik niet zo zeker. Jawel, jawel. Ik zou mijn lief meenemen. En ik heb nog 1 ding. Nou, mijn gsm zeker. Daar staat ondertussen wel mijn hele leven op. Dus mijn heel archief. Pak maar mijn gsm. Ja. Zeg, je hebt ook nog een cadeau voor onze boys en girls, hè? Ja, dat klopt. Ik heb voor onze iets girls. Voor onze girls. Ja, boys, dat zou ook wel kunnen. Maar het is misschien net iets te flashy. Dat is het populairste stuk uit mijn collectie, zomercollectie, van Maurice Knitwear. En dat is een fluo ketting. Dat is echt zo voor de hipsters, op een leuke t-shirtje of een kort broekje. En jullie kunnen dat winnen, maar natuurlijk niet zomaar. Jullie moeten wel iets doen. Namelijk een vraagje oplossen. Hoe heet mijn rijboek? Dus weet je het antwoord? Stuur me een mailtje noah@anne.be en wie weet komt dit cool accessoire jouw richting uit. Veronique, ik vond het heel erg leuk dat je erbij was. Ik wens je nog heel veel succes met de Maurice-collectie en je verdere plannen. En terwijl wij hier afscheid nemen, kunnen jullie ondertussen kijken naar Ralf. Kids Hits voor deze week zit er alweer op. Volgende week ben ik er opnieuw met een nieuwe muzikale gast en een hele hoop nieuwe videoclips, dus zeker kijken. Check ook mijn website, Twitter en Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke wedstrijden en updates. Tot de volgende keer! Ciao!